ik had in eerste instantie, had ik in de pilot van het programma, had ik eerst een bandleider tegen wie ik kon praten, maar dat is verdwenen. En toen had ik een sidekick, die is ook verdwenen. En toen wilde ik toch iemand hebben tegen wie ik kon praten. En toen dacht ik toch, ja, ik moet eigenlijk een soort ander wezen hebben. En toen kwam Salamander Clupping voorbij. Als een soort gelijkenis met Alexander Clupping. Alhoewel hij dat zelf niet zo ziet. Hij zegt, ik ben geen familie, ik had nog nooit van Alexander gehoord. Maar wij geloven hem niet helemaal. Alexander Clupping! Laat hem maar even. Gaat het? Ja. De aflevering dat Salamander eindelijk Alexander ontmoette, dat was eigenlijk aan het eind van de serie, ontmoette hij zijn grote held. Dat was natuurlijk een heel bijzonder moment. Sommige mensen zeiden ook, nu moet je stoppen, want ze hebben elkaar nu ontmoet, maar Salamander wil gewoon door. Prachtig, Salamander. Dankjewel.